De leider van de IMF-delegatie in Suriname, Anastasia Gusina, minister Shani Raghubar Singh van Financiën en Planning en Maurice Roemer, governor van de Centrale Bank van Suriname, hebben gisteren op een persconferentie aangegeven dat de Surinaamse economie overal verder aan het herstellen is. Het persmoment was in verband met de zesde review-missie van het IMF. Minister Raghubar Singh meent dat de offers gebracht door de regering en samenleving goede resultaten hebben neergezet. De resultaten die bereikt zijn door de offers van alle mensen in het volk en alle hoop en vertrouwen, alle inzichten die gedeeld zijn, die uiteindelijk ertoe geleid hebben dat die inflatie omlaag gaat, dat de koersen stabiliseren. En wat we zien is dat ook het gevoel ontstaat, langzaam maar zeker, we gaan eruit komen. We zijn eruit aan het komen, het gevoel, het ownership groeit, mensen hebben steeds meer het gevoel van, oh ja, inderdaad, dit moeten we beschermen, dat de hele goede dingen zijn die ook bij deze review aan de orde zijn geweest. Er zijn uitdagingen. Wat zijn die uitdagingen? 1. Onze inkomsten moeten verder omhoog. Beleidsmatig hebben we alle maatregelen reeds genoemd, maar onze inkomsten moeten verder omhoog en onze kosten moeten beter beheerst worden. Raghubar Singh heeft wederom benadrukt dat de regering blijft werken aan het terugbrengen van de overheidsuitgaven. Volgens hem moeten de gestelde doelen niet gehaald worden in het voordeel van IMF, maar voor het herstellen van de economie. Dat moeten we halen voor onszelf. Om ervoor te zorgen dat we door kunnen gaan met alle belangrijke uitgaven die we willen doen. De salarissen, de overwerk, de kosten in de zorg, die van het onderwijs. Dat moet allemaal gebeuren. Het tweede is, de kosten moeten beheerst worden. Weg met de ongeregistreerde ambtenaren. Op mijn bureau ligt vandaag van minister Binnenlandse Zaken een heel pakket aan dossiers om te tekenen, zodat we inderdaad afkomen van de mensen ik geloof 3 of meer keren de gelegenheid hebben gehad om zich te registreren en dat niet gedaan hebben. Daar hoeven we geen medelijden mee te hebben. Afvoeren en als iemand onterecht afgevoerd is en zich meldt, zullen we dat zeker corrigeren. Maar begin dat af te voeren, daar gaat de ruimte ontstaan om degenen die werken, die zich inzetten, om die beter te betalen. Raghubar Singh roept handelaren op om mee te werken en geen woekerwinsten te blijven maken op de samenleving. In alle sectoren moet namelijk gewerkt worden aan de wederopbouw van de economie.